Pieter, jullie verliezen met 3-0 van Italië. Hoe ontgoocheld ben je? Ja, heel ontgoocheld, want we hebben echt al kansen gehad om toch een paar setten te pakken. Eigenlijk. En zeker in de tweede set staan we ruim het tijd staan we voor. En kunnen we het uiteindelijk toch niet afmaken. En dat vergeet ik wel een beetje. Uiteindelijk, de kansen zijn er geweest, sowieso. En zeker, er zijn verschillende kerels ook die in Italië spelen en zo. Dus ja, de wil om te winnen was er zeker vast bij heel veel, of bij iedereen eigenlijk zelfs. En dan is het jammer dat je daar niet een set kunt pakken, want als het 1-1 wordt, dat kan een heel andere wedstrijd terug worden. Ja, jullie hadden een voorsprong van 6 punten in de tweede set. Ja, waar liep het dan verkeerd? Ja, het zijn individuele fouten die... Eén maakt daar een fout, daar een andere fout. En uiteindelijk komen ze punt bij punt komen ze terug weer bij. En ja, uiteindelijk verliezen ze met 2 punten verschil op het einde. En het zijn die kleine fouten die we eruit moeten halen. Want je kunt 6 punten voorstaan, maar dat is ook een topploeg waar je tegen speelt. En daar worden de kleinste foutjes weer afgestraft. En als ieder een paar puntjes laat vallen en zo, dan is de kloof snel gedicht. En dan moeten we wel werken ook de komende wedstrijd, want we zitten in de hoogste categorie van de World League dit jaar. Dus we gaan nog heel veel van die tegenstanders gaan tegenkomen die, ook al staan we 6 punten voor of zo, of dat we toch nog altijd gewoon moeten blijven vechten voor elk punt. Want die kunnen service druk leggen of die kunnen met iets naar boven komen, dat uiteindelijk de kloof kunnen dichten. Dus we moeten altijd alert blijven en laat het een les zijn voor de komende wedstrijden. Ja, je kent natuurlijk veel Italianen, je speelt in Italië. Ga je geplaagd worden na deze nederlaag? Ik denk dat deze nederlaag niet echt. Ik denk dat het eerder van de voetbalwedstrijden is dat ik geplaagd zal worden. Maar volgende week hebben we opnieuw een herkansing in Rome tegen Italië. Dus dan moeten we veel scherper aan de slag gaan. En, ik zie er zeker weer zitten om tegen die te spelen. Oké, veel succes, bedankt. Dank je wel.